Ja, dit is een soort droom die is uitgekomen voor jullie tweeën. Ja, eigenlijk wel. We hadden hierop gehoopt en het is uitgekomen. Want dit is de tweede zomer dat jullie dit doen. En ja, het heeft aanlopen, hè? Ja, je ziet het net, zaten we bijna voor je vol. En ja, het is zo verschillend de een of andere dag. En we mogen niet klagen. Dus. Nou, dat moet je dan ook vooral maar niet doen, Annemarie. Want ja, het is niet alleen rondritten van een uur door de binnenstad, maar jullie verhuren hem ook aan groepen, hè? Ja, voor trouwerijen, familieuitjes, familiereunies, teamuitjes. Toevallig hadden we vorige week een paar pensionada erop. En ja, kun je ervan leven? nog niet. Maar het is een hele leuke aanvulling. Ja, het is brood, maar nog geen beleg. Nou, beleg komt vanzelf. Ik moet altijd positief blijven en heb ik met mijn vorige bedrijf ook altijd gehad en dergelijke. Dus we vinden het ook leuk om te doen en als je ziet hoeveel de mensen, dan komen ze erin en dan zeggen ze, nou, laat me het doen. En dan komen ze eruit en dan zeggen ze, oh wat prachtig, ben blij dat we dat gedaan hebben. En dat horen we niet één keer, maar bijna, of altijd dagelijks wel. Dus, en dat is ook leuk, daarom is het ook leuk om te doen. Ik wens jullie allebei veel succes, want ik houd de dienstregeling op. Want het rondje moet weer gaan beginnen. Ja, oké. Dankjewel. Dag. Dag.